De makkelijkste manier om binnen een thuisnetwerk bestanden te delen is via een thuisgroep. De computers die u hierop aanmeldt kunnen onderling op een veilige manier documenten, muziek, foto's en video's delen. Ga naar het configuratiescherm. Ga naar een van de pictogramweergaven en klik op thuisgroep. En klik op een thuisgroep maken. Hier kunt u selecteren welke soort bestanden u wilt delen met de andere computers in het netwerk. En klik dan op volgende. De computer maakt een code aan die u nodig heeft om andere computers op de thuisgroep aan te melden. Schrijf deze code op en klik op voltooien. U kunt later ook weer heel eenvoudig de computer uit het thuisgroepnetwerk verwijderen. We laten nu zien hoe je een computer op een thuisgroep aansluit. Ga weer naar het configuratiescherm. Klik op thuisgroep. De computer heeft de thuisgroep waargenomen. U kunt nu lid worden. Ook hier kunt u selecteren welke bestandstype u wilt delen. Klik op volgende. Vul de code in die u van de andere computer hebt gekregen. En klik op volgende. De computer wordt nu aangemeld bij de thuisgroep. De aanmelding is gelukt. Klik op voltooien. Ook deze computer kunt u eenvoudig weer uit de thuisgroep verwijderen. Ga naar de verkenner. U zult zien dat er aan de linkerkant het item thuisgroep is toegevoegd. Hier kunt u bestanden vinden die op de andere computer staan. In dit geval afbeeldingen, muziek en video's.